Daarom is het ook goed om uw camera en uw microfoon uit te zetten, want dan bent u ook niet in beeld tijdens deze bijeenkomst. Goed, wat gaan we vandaag doen? Het doel van vanavond. We gaan u informeren over de mogelijke route naar een aardgasvrije gemeente Ede. En we zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat u daar belangrijk in vindt, wat uw mening daarover is. En we gaan uw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden vanavond. Het programma tot uiterlijk 9 uur is als volgt. We beginnen straks met een kort filmpje. Hoe werkt dat eigenlijk aardgasvrij wonen? Als een korte introductie. Daar worden een aantal thema's in aangestipt en die gaan we gedurende de avond verder behandelen. We hebben een live peiling gedurende deze avond. We zijn benieuwd wie bent u eigenlijk? Wie zit daar aan de andere kant van het scherm? En wat vindt u van aardgasvrij wonen? Dat doen we via Mentimeter. Ik ga dat straks allemaal uitleggen. Op een aantal momenten gedurende de avond gaan we uw mening vragen. We gaan stilstaan bij de ambitie van de gemeente Ede. En wat is dat nou eigenlijk, zo'n transitievisie warmte? En dat doen we met projectleider Peter Scholtens van de gemeente Ede. We gaan het hebben over de alternatieven voor aardgas. Wat zijn die precies en wat moet je daarvoor doen? En dat doen we met expert Thijs Brandenburg van Adviesbureau Overmorgen. En uiteraard op het einde gaan we stilstaan bij de vraag: hoe kunt u betrokken blijven bij het aardgasvrij worden van de gemeente? En wat kunt u wellicht zelf ook al doen? Maar zoals ik had beloofd, allereerst een kort filmpje. Ede energie neutraal. In Ede is over 30 jaar geen enkel huis meer aangesloten op het aardgas. We kiezen namelijk voor energie neutraal. Maar hoe werkt dit precies? Moet je dan koud douchen? Alvast een extra warme trui kopen? Of ongekookte eieren eten? Dat mag allemaal, maar het hoeft niet. Goed isoleren is altijd de eerste stap. Maar er zijn ook alternatieven voor aardgas. In Ede wordt een warmtenetwerk ontwikkeld. Met dat warmtenetwerk wordt warm water via ondergrondse leidingen aan huizen geleverd. Je kunt ook je huis verwarmen met een warmtepomp. Een warmtepomp haalt warmte uit de bodem of lucht. Met die warmte kun je je huis opwarmen. Niks aan de hand dus. Je kunt gewoon blijven doen wat je altijd al deed. De komende jaren wordt duidelijk welke wijken wanneer aardgasvrij worden. Meer weten? Kijk op ede-natuurlijk.nl. Mooi. Nou, filmpje hebben we gehad. En om te beginnen willen we ook even weten wat u vindt en wie u bent. Dus we gaan nu door naar de live peiling via Mentimeter. Nou kunt u die QR-code scannen die u nu in beeld ziet met uw telefoon. Maar u kunt ook de code intikken. En dat gaat als volgt. Ga dan naar www.menti.com op telefoon, tablet of op een nieuw tabblad in de browser. En vul dan de code 8168849 in. Dus de QR-code rechtsbovenin scannen met de telefoon of naar www.menti.com. En dan de code 8168849. En ik zal u even de tijd geven om dat te doen. En dan gaan wij ondertussen even de Mentimeter erbij pakken. En dan zal de code dadelijk ook in beeld blijven staan. Dus dan kunt u hem daar ook nog een keertje zien. En dan gaan we even kijken wie we aan de andere kant zo van het scherm hebben. Want daar zijn wij natuurlijk wel benieuwd naar. Met die 100 mensen, meer dan 100 mensen inmiddels in deze bijeenkomst. Goed, gaan wij naar de eerste vraag. En de eerste vraag is, in welk deel van de gemeente Ede woont u? In welk deel van de gemeente Ede woont u? En we hebben hier de wijken even op een rijtje gezet en u kunt die meteen intoetsen en dan zien we dat zo live op het scherm verschijnen. Even kijken of we een beetje een spreiding hebben over de verschillende wijken en dorpen van de gemeente Ede, of dat... Dat we vooral in bepaalde plekken mensen zien. Ik zie dat Bennekom aan kop gaat met 7 op dit moment. Maar dat we eigenlijk in heel veel plekken nu wel mensen hebben. Ede Veldhuizen scoort ook goed.
maar een aantal ook niet vertegenwoordigd vooralsnog. Maar we wachten eventjes, want wellicht heeft u de Mentimeter nog niet gevonden. Dus u kunt meedoen via www.menti.com met de code 8168849. Want ik zie dat wij ongeveer de helft van de deelnemers nu in de Mentimeter hebben die in de bijeenkomst zitten. Dus ik wacht nog even af, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen. Ik zie nog wat dingen verspringen, dus dat betekent dat er nog steeds mensen mee aan het doen zijn. Even kijken, Ede Oost, Ede West, Ede Veldhuizen, voormalig kazerneterreinen, niet vertegenwoordigd nog. Kernum, iemand, Ede Zuid. Nou, overal wel wat mensen. Ede Centrum, wordt dat niet verwoord, hele avond? Vraag je. Even kijken, Ede Centrum, die staat er niet tussen. En Ede Noord ook niet. Dus ik bedoel, er zijn een paar afdelingen die er niet tussen staan. Dus dat, nou, is dat bewust of is dat... Nee, dat is dan een vraag, denk ik, als die er niet tussen staan. Ja. Even kijken, kunnen we dat nog toevoegen? Of is dat lastig? We gaan even kijken of we die nog kunnen toevoegen, die opties. Maar als dat niet lukt, dan is het verzoek om dat even in de chat wellicht aan te geven. Ik zie dat een aantal mensen die in Centrum wonen nu Oost hebben ingevuld. Dus dat weten we dan op die manier via de chat. Ja? Ja? Goed. Nou, dan doe ik dat ook. Oké, ik zie iemand bij Ede Oost erbij komen. Ja, er zitten dus een aantal mensen van Ede Centrum. En Ede Noord, daar geldt dus hetzelfde voor. Ja, oké. Hartelijk dank hiervoor. Ik stel voor dat wij dan even kijken naar de volgende vraag gaan. En dat is, wat is uw leeftijd? Hebben we een beetje een spreiding over de verschillende leeftijdscategorieën? Of is dat niet het geval? Ik ben benieuwd. Even kijken. Uh, 50 tot en met 64 jaar gaat op kop. 65 tot en met 74 ook goed vertegenwoordigd. Maar ook 30 tot en met 49 jaar is vertegenwoordigd. De jongeren. De allerjongste categorie en de alleroudste iets minder. Ja, 73 mensen doen inmiddels mee. Hartstikke fijn dat u allemaal de Mentimeter gevonden heeft. Als dat nog niet het geval is, www.menti.com met de code 8168849. Mooi. Nou, dit geeft een beeld. Ja, dat is ongeveer, wat is het? Driekwart tussen 50 en 74. Ja. Oké, gaan wij door naar de volgende vraag. Wat vindt u er eigenlijk van dat de gemeente Ede aardgasvrij wordt in 2050 uiteindelijk? Zegt u dat is een goed plan? Zegt u dat is nodig? Zegt u, goh, dat vind ik een slecht plan, het is nergens voor nodig? Of weet u het misschien niet? Nou, iedereen lijkt het te weten. Er is toch nog iemand die het niet weet. En ook nog iemand die het niet uitmaakt. Maar even kijken. De groep die zegt van goed plan ofwel dat is nodig. Die is relatief groot samen. Maar er is toch ook wel een aanzienlijke groep die dat een slecht plan vindt. En die zegt dat het niet nodig is. Ja, nou, dat geeft in ieder geval even een beeld hoe u er zo in staat aan het begin van deze bijeenkomst. Ja, fijn. Oké, dan hebben we een laatste vraag aan u voor dit blokje. En dat is, wat hoopt u vanavond te weten te komen? En dat mag u even intikken op de Mentimeter, op uw telefoon. Wat hoopt u vanavond te weten te komen? Dan kunnen we daar hopelijk ook aandacht aan besteden gedurende de bijeenkomst.
Dus waar bent u vooral nieuwsgierig naar? Wat wilt u weten? Typ het even in op de Mentimeter en dan kunnen we dat meenemen. Ik zie al dingen binnenkomen. Wie gaat dit betalen? Hoe zit het met de kosten? De alternatieven? Wat de plannen zijn? Is er steun voor van het gas afgaan? Even kijken, hoe denken anderen erover? Nou, dat gaan we vanavond in ieder geval vragen aan u. Dus dan kunt u daar een idee van krijgen. Welke manieren zijn er voor van het gas afgaan? Die gaan we natuurlijk ook bespreken, die alternatieven voor aardgas. Hoe zit het met de betaalbaarheid, de kosten? Daar zullen we ook bij stilstaan. De routekaart, de tijdlijn, de beslismomenten is natuurlijk iets waar we niet voor iets over gaan vertellen, proces. Even kijken. Ja, ik zie veel dingen waar u het over eens bent. Ja, hoe zit dat precies met biomassa? Zullen we niet heel diep op ingaan, denk ik, vanavond. Maar kunnen we natuurlijk wel even bij stilstaan. Want het is ook wel iets dat leeft, begreep ik. Even kijken, plan van aanpak, kosten. Is er al een richting? Nou, we staan helemaal aan het begin van een proces. Hè, dus we gaan vooral laten zien wat er de komende tijd gaat gebeuren. En hoe je daar ook iets van kunt vinden en invloed op uit kunt oefenen. Even kijken, concrete plannen voor de komende 5 jaar, nou, daar gaan we aan bouwen. Wat is de invloed van bewoners? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Wat kunt u er allemaal nog van vinden? Nou, ook daar zullen we bij stilstaan. En ik zie ook hier een vraag van, hè, heel, heel terecht denk ik, van kan dat eigenlijk in mijn woning wel? Is het mogelijk in mijn oude woning? Nou, we zullen in ieder geval iets vertellen over die alternatieven voor aardgas en voor welke woningen dat, welke alternatief het meest logisch is. Ja. Oké, nou ik denk dat dit een heel aardig beeld zo geeft van wat u bezighoudt. En dat zijn dingen die nou, in ieder geval de revue gaan laten passeren vanavond. En heeft u vragen, opmerkingen, laat het ook vooral in de chat weten. Dan kunnen we dat ook zoveel mogelijk meenemen. Fijn, dank hiervoor. Goed. Dan zijn we aangekomen bij het volgende programmaonderdeel. En dat is het programmaonderdeel waarin ik met Peter Scholtens, projectleider bij de gemeente Ede, ga praten over de transitievisie warmte. Peter. Ja. Ja, welkom. Ik ben online, ja. Ja. Ja, jij zit voor het gemeentehuis, zie ik. Uiteraard. Is het koud? Nee, het valt wel mee hoor. Oké, gelukkig. Ja, nou, het is een winterse 6 april, hè? En we gaan het over de transitievisie warmte hebben. Als jij nou zo terugkijkt op die vragen zo in de Mentimeter, hè, wat mensen zo vinden van dat aardgas vrij worden, hoe kijk jij daar dan naar? Ik vind het sowieso mooi om te zien dat we ruim 100 deelnemers hebben bij zo'n startbijeenkomst, hè, wat toch een beetje de aftrap is. Zoveel is er nog niet bekend, maar mensen zijn ontzettend nieuwsgierig. Dat valt me op. Ik zie dat een grote groep deelnemers toch een bepaalde leeftijdscategorie heeft, die ik ook wel herken uit de praktijk. Want in het dagelijks leven ben ik vrij veel bezig met woningverduurzaming samen met inwoners. En dan kom ik die leeftijdscategorie ook tegen. Die mensen zijn erg actief. Ja, dat herken ik eigenlijk wel. En dat zijn vooral wat oudere mensen die hier zich betrokken bij voelen, klopt dat? Ja, wie het weet mag het me uitleggen hoe dat komt, maar je kunt van allerlei theorieën over hebben, maar het maakt niet zo heel veel uit. Het is mooi dat alle categorieën vertegenwoordigd zijn, maar dat die categorie toch wel erg actief is. Ja, dus dat is een opvallende, of althans niet zo opvallend herkenbaar eigenlijk. Herkenbaar eigenlijk. Ja precies. Kom wat veel verder op, ja, die betaalbaarheid, hè, dat komt toch wel steeds terug. En ik zie toch veel vragen over dat mensen toe zijn aan wat duidelijkheid. Van wanneer ben ik aan de beurt, wat zou ik moeten doen? Ja, precies. En de steun voor aardgasvrij, hè? Dat is eigenlijk ongeveer 3/4 van de mensen vindt het heel erg nodig of nodig. Ja. En dan ongeveer een kwart die zegt van nou, ik ben het daar eigenlijk niet mee eens. Hoe zie je dat? Ik vind dat een mooie score van mensen die toch al inzien van goh, we moeten iets gaan veranderen. Ja, dat lijkt me hartstikke goed. Ja, mooi. We komen daar straks nog eventjes op terug. Hè, wat is de boodschap ook aan mensen die zeggen van joh, ik zie het nog niet zo zitten. Maar allereerst maar even die transitievisie warmte, Peter. Want wat is dat nou eigenlijk? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik kan er wel iets over zeggen. In het klimaatakkoord is eigenlijk afgesproken dat we in 2050 gaan stoppen met dat aardgas, hè, in Nederland. En dat hebben we in Ede eigenlijk ook afgesproken, met Ede energie neutraal. Daar kan ik zo ook nog wel iets over vertellen. Maar we hebben van het Rijk ook de opdracht gekregen om dat proces daar naartoe te regisseren eigenlijk. En die eerste stap daarin is die transitievisie warmte. En dat is echt een visie, hè? Een stappenplan. Ook de eerste versie van dat stappenplan. Waarin we aangeven hoe we dan in Ede verder aardgasvrij gaan worden. Want zo is het in Ede ook wel. We zijn al behoorlijk op weg naar aardgasvrij. En die volgende stap gaan we in die visie proberen vast te leggen. Wat staat daar dan bijvoorbeeld in? Welke wijken voor de hand liggen om te starten? Of eigenlijk om verder te gaan? Hè? Welke uitgangspunten we daarbij willen hanteren? Ja, en hoe we onze rolverdeling, inwoners en gemeenten eigenlijk zien. Dus jij zegt eigenlijk die stip aan de horizon, die ambitie is uiteindelijk in 2050 energie neutraal en dus ook aardgasvrij. Ja. Dat is eigenlijk een doelstelling die dus landelijk ook gesteld is. Ik zag daar ook al een vraag over in de chat. Hè? Dus gemeenten hebben in het verleden allerlei doelstellingen geformuleerd. CO2-neutraal, klimaatneutraal. Nou, Ede heeft voorlopig voor energie-neutraal gekozen. Wat eigenlijk betekent dat we alle energie die we in Ede gebruiken in Ede op willen wekken. Hè? Dus als je bijvoorbeeld voor CO2-neutraal zou kiezen, zou je dat ook elders kunnen organiseren. Maar we willen het echt in Ede proberen te houden. Dus dat is die doelstelling energie-neutraal. En dat betekent eigenlijk ook aardgasvrij. Want die energie kun je niet in Ede maken. Bovendien is het fossiel en wil je dat eigenlijk niet. Ja, nou is dat aardgasvrij, dat is een, je zei het, een landelijke doelstelling in het kader van het klimaatakkoord in 2050 aardgasvrij. En Ede is al een tijdje bezig, hè, met dat energie-neutraal. Kun je daar iets over vertellen? Dus er zijn al heel wat woningen in Ede die van het aardgas af zijn. De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel woningen van het aardgas afgegaan. Deels door aansluiten op een warmtenet, maar er zijn toch ook wel mensen die met warmtepompen aan de slag zijn. Laten we ook niet vergeten dat het isoleren van je woning, dat is eigenlijk ook een stap in die warmtetransitie. En dat is ook behoorlijk aan de orde in Ede. Dus we hebben allerlei faciliteiten waardoor ik wel wat cijfers daarover kan achterhalen. Ja, en dan zie je gewoon dat er wel volop gewerkt wordt. Ja, dus Ede, is goed bezig, zullen we maar zeggen. Wat is nou de kans aan inwoners die zeggen, ik heb hier eigenlijk niet zo'n zin in. Dit zal mijn tijd wel duren en ik zie het wel een keer. Dan zeg ik, het zal ook een tijd duren. Ik snap dat, hè, want ik ben zelf ook bewoner. En ik vind het ook wel eens lastig, want laten we aardgas ook niet gelijk verketteren of zeggen dat het heel slecht is of fout. We hebben daar in Nederland natuurlijk ontzettend veel genot en baat bij gehad. En dat gaan we de komende jaren ook echt nog wel, zeker in een aantal wijken, houden. Het is in die zin een product wat eigenlijk fantastisch is. Voor het verwarmen van je woning. Alleen tijden veranderen. En moet je ook wel weer verder gaan kijken naar de volgende stap. Mijn boodschap is ook van, het is eindig. Het heeft toch een aantal nare kantjes, hè, die CO2-uitstoot. Het is bijna op. In sommige stukken van Nederland in ieder geval. Misschien nog niet in de wereld. En laten we nu op tijd gaan kijken naar de volgende stap. Ja. Precies. Nou zijn er, zie ik zo als ik op de chat kijk, best wel wat vragen over, leuk, hè, van het aardgas af, misschien ook wel een goed idee. Maar er zijn wat zorgen, als ik de chat mag samenvatten, over wat is dan dat alternatief voor aardgas? Hè? Mensen maken zich zorgen over biomassa, vragen zich bijvoorbeeld af of waterstof wellicht ook in beeld is als alternatief. Daar gaan we natuurlijk later in de bijeenkomst uitgebreider op in, hè, op die alternatieven en voor- en nadelen daarvan. Is er iets wat je daar alvast over kunt zeggen, Peter, over die alternatieven voor aardgas en met name de mogelijkheden die er dan zo zijn? Nou, ik heb die zorg eigenlijk ook. Dus dat klinkt een beetje flauw, maar met name, kijk, als je duurzaam gaat verwarmen, heb je duurzame bronnen nodig.
En ja, het tot stand komen van die duurzame bronnen gaat best wel moeilijk. Op elke bron is namelijk wel iets aan te merken. Ja, een warmtepomp op kolenstroom is niet zo goed verhaal. Ja, biomassa kun je ook wel iets van vinden. Dus ik heb ook wel echt zorgen over die bronnen. En dat is ook wel mijn belangrijkste boodschap en hoop dat we nog veel verder aan de slag gaan met dat besparen op energie. Want daar ligt wel echt de sleutel of een belangrijk deel van de oplossing. Ja, prima. Wij gaan straks voor alle mensen die dat nog geen bevredigend antwoord vinden, gaan we wat dieper in op die energiebronnen. Uiteraard, ik denk dat Thijs zometeen ook wel ingaat op die technieken. Want, Zo is het. Thijs gaat straks op die technieken in en daar valt ook heel veel over te zeggen. Dus dan komen een groot deel van die vragen ook aan bod. Nog even terug naar die transitievisie warmte. Een plan zeg je, 2050 eigenlijk gasvrij. Een soort routekaart daar naartoe. Wat staat daar nou eigenlijk al in vast? Dat was ook een vraag in de Mentimeter. En wat kunnen inwoners daar nou nog van vinden? Waar kunnen ze over meepraten? Nou, wat vaststaat is dat we in 2050 aardgasvrij willen zijn. Wat het Rijk ons ook mee heeft gegeven is van, we willen dat in principe budgetneutraal doen. Hè? Dus de oplossing zou zo vormgegeven moeten worden dat we onderaan de streep niet veel of niet meer betalen aan woonlasten. Ja, en in Ede is dat ook nog eens door de gemeenteraad benadrukt. Van ja, wij willen wel echt een transitievisie waarin die haalbaarheid en die betaalbaarheid goed naar voren komt. Ja, dat is best een uitdaging. Want ja, als je er nu aan gaat rekenen, dan reken je dat nog niet rond. Dus, maar dat zie je bij meer dingen die je in het begin gaat doen. In het begin is het wat duurder. En aan het eind is het gangbaar en betaalbaar. Dus het gaat er straks gewoon om hoe we die kosten zo eerlijk mogelijk kunnen verdelen. Zodat het voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Ja, en begreep ik het goed dat de gemeenteraad ook een motie heeft aangenomen om eigenlijk te zeggen van nou, wij vinden dat als gemeenteraad van Ede ook heel erg belangrijk, die haalbaarheid en betaalbaarheid. Ja, dat klopt, ja. Dus die hebben aan de start van dit proces ook gezegd van ja, dit geven we je alvast mee bij het ontwerpen van die visie. Ja, weet dat dit in de gemeenteraad, hè, toch de vertegenwoordigers van de mensen in Ede, dat die dat als belangrijk punt mee willen geven. Ja, oké. Mooi. Nou heb ik nog wel een vraag. Hè? Van hoe zit het nou precies met de rol van de gemeente in die hele transitie naar aardgasvrij? En wat verwacht de gemeente dan van inwoners? Hoe zit dat precies? Ja, misschien moet het omdraaien. Misschien moeten we vragen aan de bewoners wat ze van de gemeente verwachten. Want de gemeente heeft een regierol. Hè? En een regierol betekent dat je probeert de partijen die iets moeten betekenen in die overgang van situatie A naar B, dat je die zo goed mogelijk bij elkaar brengt en helpt. Maar ja, die hulp kan heel erg verschillen. Hè? Want we hebben best wel al een aantal initiatieven in Ede die redelijk zelfstandig aan de slag zijn. Waarvan je zou kunnen zeggen van nou, daar heb je als gemeente misschien een wat bescheidenere rol. Ja, er zijn ook al groepen mensen die zeggen ja, gemeente, neem maar het voortouw. Kom maar met een voorstel, regel het maar. Dus ja, de boodschap is eigenlijk van, we hebben een regierol, maar hoe we die in willen of moeten vullen, is ook wel een vraag aan de mensen, ja, voor wie we dat doen. Ja, mooi gezegd, denk ik. Even kijken, afrondend Peter, waar krijg jij nou energie van of waar lig je wakker van als het gaat over die hele warmtetransitie? Nou ja, ik heb ze genoemd, hè, waar ik echt wakker van lig, is toch wel die duurzame bronnen, hoe krijgen we dat nou voor elkaar? Hè? Dus waar zorgen we nou dat de wind, zon, aardwarmte, waar we die plekken gaan vinden? Die betaalbaarheid blijft toch ook een hoofdzorg? Ja, hoop heb ik toch wel uit hoop en energie krijg ik toch wel van de mensen die in Ede al bezig zijn. Hè? Ik noemde al die wijkinitiatieven. Ik vind dat echt heel mooi. Er zijn er echt een stuk of 10 die al volop bezig zijn. En ik heb ook toch wel hoop en energie. De geschiedenis leert ons dat ook. Als je terugkijkt, vroeger was de computer voor de elite. Nu heeft iedereen er één of meer in huis. Hetzelfde geldt voor telefoons. En met elektrisch rijden zie je dat nu ook ontstaan. Ja, als dat eenmaal op gang komt, heb ik ook wel goede hoop dat, ja, dat technieken betaalbaar en gangbaar gaan worden. Ja, mooi. Dankjewel, Peter. Dan gaan wij door met Thijs Brandenburg. Thijs is expert op dit gebied bij Adviesbureau Overmorgen. Adviseert de gemeente over de route naar aardgasvrij. Thijs, als jij zo een beetje kijkt wat er allemaal in de chat voorbij komt en op de Mentimeter.
Wat is jouw eerste gevoel zo bij deze avond? Goedenavond. Ja. Dus wat is mijn eerste gevoel? Dat er heel, heel veel vragen leven. En we gaan ons best doen om deze zo goed mogelijk te beantwoorden met de kennis die we nu hebben. Hè, en wetende dat we aan het begin van een proces staan. Ja, mooi. Nou, jij gaat ons meenemen in het proces. Hè? Hoe gaat het allemaal gebeuren? Dus ik ga jou het woord geven en ik ga de presentatie er eventjes bij pakken. En dan beginnen we met de vraag, ja, hoe stellen we die visie nou eigenlijk op, Thijs? Ja, hoe stellen we de visie op? Ja, en dan is het natuurlijk goed om te zeggen, hè, dat we hier aan het begin staan. En dat dit met zoveel mogelijk input van de samenleving, dat we dat de visie voor uiteindelijk Ede uitgesvrij willen opstellen. Dat is ook wat de gemeenteraad ons heeft gevraagd en dus vandaag ook mee beginnen. En dat start met het verzamelen van de uitgangspunten. En dat is waar we nu staan. We hebben een voorzet voor die we zo meteen met u willen bespreken en ook uw input voor willen vragen. Ik licht zo meteen de zes die we als uitgangspunten willen voorstellen, licht ik zo meteen aan u toe. Dat is de basis om vervolgens een analyse te doen. En dat is deels technisch, economisch. Maar we kijken ook naar het draagvlak en wat inwoners daar belangrijk vinden. Wat sluit aan bij hun wensen en bij hun situatie, eigenlijk dus bij uw situatie, uw wensen. Daarvoor zullen we ook een enquête organiseren in mei. Dus we zullen breed de inwoners in Ede bevragen wat zij onder andere belangrijk vinden. Ook de rol die zij voor de gemeente zien en zo verder. Ja, uiteraard praten we ook met een aantal organisaties die belangrijk zijn voor de energietransitie in Ede. Dat zijn de energiecoöperatie Vallei Energie. Uiteraard uw netbeheerder, Liander, Woonsteden, de woningbouwcoöperatie die veel woningen natuurlijk in de gemeente Ede heeft. En ook namens de andere woningbouwcoöperaties spreekt, zoals in Bennekom. En uiteraard is ook het warmtebedrijf Ede betrokken. Maar ik wil wel benadrukken dat dit een traject is wat door de gemeente is opgezet en ook onder regie van de gemeente wordt gevoerd. En we willen op 1 juli de eerste resultaten met de gemeenteraad delen. En dat is dan een tussenstap naar een definitieve visie die we dan eind 2021 aan de gemeenteraad in Ede willen voorleggen. Dus dat is het proces. En vandaag bespreken we de uitgangspunten, dat is het eerste. En daarna ga ik verder in op de techniek en de vragen over duurzaamheid, de vragen over betaalbaarheid ook. En wat de energietransitie mogelijk voor u kan betekenen. De zes uitgangspunten die we als voorzet aan u willen voorstellen. En zometeen ook met de Mentimeter uw feedback op willen vragen. En dat is allereerst dat de warmtetransitie naar uiteindelijk uitgasvrij, dat is niet iets wat ieder voor zich moet doen. Dus juist samen zetten we in op de kracht van de gemeenschap. En dan moet u bijvoorbeeld denken aan kennisdeling, daarmee moet u denken aan bijvoorbeeld inkoopcollectieven, daarbij moet u denken bijvoorbeeld de bewonersinitiatieven, dat we die ook willen faciliteren en ondersteunen als namens de gemeente. Maar dat wel onder regie van de gemeente binnen het kader van de gehele transitievisie warmte. Dus het plan om uiteindelijk uitgespreid te worden. Dus dat is het eerste uitgangspunt. Het tweede uitgangspunt, en daar zie ik ook meteen een vraag in de chat voorbij komen. Want het jaar 2050, dat klinkt ver weg. Hè? Dat is pas over 30 jaar dat uiteindelijk uitgasvrij zullen zijn. Maar we willen dus juist ook kijken van wat kunnen inwoners, bedrijven en organisaties in de komende 5 tot 10 jaar doen. En dat noemen we handelingsperspectief. En dan gaat het over isoleren. Dan gaat het over hybride warmtepompen. Mogelijk all electric. Ik kom daar zo meteen ook op terug. Hè? Dus deze technieken.
En mogelijk aansluiten op een warmtenet. Maar met name dus ook isoleren. En het tweede deel van dit uitgangspunt is keuzevrijheid. Wat betekent dat? Dat betekent, en dat is dus ook een landelijk uitgangspunt, dat iedere eigenaar van zijn woning of bedrijf, gebouw, kan bepalen wat zijn alternatief is voor uiteindelijk aardgas. En dat doen we dan wel binnen het gehele plan. Ja, en dat is misschien nog even moeilijk te begrijpen. Maar dat op termijn is dan wellicht aardgas geen keuze. Maar u kunt wel kijken, is warmtenet voor mij een optie? Of is een all-electric warmtepomp bijvoorbeeld een optie? Dat is één. En twee, is er ook keuzevrijheid ten aanzien van het moment. Bijvoorbeeld die betaalbare oplossing, het derde uitgangspunt. Kijken we dus naar de natuurlijke momenten, zoals we dat noemen. Dus bijvoorbeeld een verhuizing, een verbouwing of een vervanging van een gasketel. Dus dat je dus ook keuzevrijheid hebt op het moment. En wat is dan dat derde uitgangspunt? Die betaalbare oplossingen. En daar sluiten we aan op het landelijke kader. En dat betekent dat de woonlasten niet mogen stijgen. Nou, en dat is een uitdagende voorwaarde. Zo mag je hem eigenlijk ook wel stellen. Dus als de woonlasten gelijk blijven of mogelijkwijs zelfs dalen, dan kan de warmtetransitie naar aardgasvrij plaatsvinden. Als dat niet zo is, dan is er dus ook de keuzevrijheid om voorlopig op aardgas te blijven. En met woonlasten, daarbij bedoelen we bijvoorbeeld voor huurders de energierekening en de huur. En voor eigenaren bedoelen we daarmee de energierekening en de investeringskosten voor isolatie en een alternatief voor de gasketel. Vierde punt, dat is duurzaamheid. En ik heb de chat echt helemaal vol zien stromen over biomassa. Dus dat mag duidelijk zijn, dat u daar een heldere mening over heeft. De gemeente, zoals de gemeente er nu in zit, is dat biomassa als transitiebrandstof voor het warmtenet wordt gezien. Dus dat betekent dat het voor nu als duurzaam en acceptabel wordt gezien en dat het de bedoeling is dat het op termijn wordt uitgefaseerd. En in de chat heb ik ook bijvoorbeeld de suggestie van geothermie gezien, zowel voor als tegenstanders. Dat is dus bijvoorbeeld ook een van de mogelijke alternatieven voor het warmtenet. Maar we kijken natuurlijk niet alleen naar duurzame energiebronnen voor het warmtenet. We kijken ook naar duurzame elektriciteit en duurzaam gas. Daar kom ik zo meteen verder op terug. Vijfde punt. In de chat heb ik de opmerking gezien. Is het hier de bedoeling om sneller te gaan dan landelijk? Dat is zeker niet het geval. Dus we haken aan bij het landelijk kader, dus dat is aardgasvrij in het jaar 2050. En dat is dus niet sneller. Het betekent dus ook bijvoorbeeld ten aanzien van betaalbaarheid, dat we aanhaken bij landelijke oplossingen, stimuleringsregelingen. Dat betekent dus ook dat we kijken naar de landelijke regels voor duurzaamheid, en zo verder, en zo verder. En tot slot, en dat is vandaag natuurlijk ook belangrijk daarin, we communiceren zo transparant en zo tijdig mogelijk. En we laten daarbij vertellen wat we weten en wat we niet weten. En dat zo eerlijk en duidelijk mogelijk. Mooi. Dat is denk ik duidelijk, Thijs, die uitgangspunten. Nou is natuurlijk de vraag wat de deelnemers ervan vinden. En daar hebben we twee vragen in de Mentimeter voor. Allereerst zijn we benieuwd wat u van deze uitgangspunten vindt. En dat mag u dadelijk met een schuifje aangeven. Vindt u ze helemaal niet belangrijk of juist heel erg belangrijk? En in tweede instantie mag u ook aangeven of u nog dingen mist of andere opmerkingen over deze uitgangspunten heeft. Wellicht heeft u iets aan te vullen, dan kan dat in tweede instantie. Dan gaan wij weer even schakelen naar de Mentimeter. Hopelijk komt hij. Ja, daar komt hij. En daar ziet u hem al. U kunt weer meedoen met dezelfde code. Dus www.menti.com met de code 8168849. En dan ziet u op uw schermpje de 6 uitgangspunten staan. En de vraag is,
Vindt u die nou niet zo belangrijk, dan kunt u helemaal aan de linkerkant gaan zitten. Vindt u die heel erg belangrijk, dan zet u het schuifje helemaal naar de rechterkant. En dan gaan we straks een soort gemiddelde zien van wat de deelnemers hier in deze bijeenkomst daar zo al van vinden. Dus www.menti.com met code 8168849. En u moet er natuurlijk even over nadenken, dat snap ik heel goed. Dus we gaan straks ongetwijfeld de eerste resultaten zien. Want je moet even 6 uitgangspunten natuurlijk ranken met je schuifje. En dan vervolgens even op submit drukken natuurlijk. Dan zien wij het ook in ons schermpje. Maar ik zie nog niet zoveel. Er zijn al 53 mensen die al hebben ingevuld. Ja, er zijn 53 mensen, maar er gebeurt op mijn schermen, gebeurt er niks. Nee, dat komt zo meteen. Dus dat komt misschien nog. Vergeet ook niet op het knopje submit te drukken of voer het wel in. Ik hoop dat dat goed gaat. Misschien moeten we hem inderdaad even verversen. Ja, nou gebeurt er iets. Oké, top. Even kijken. Nu zien we ze ook verplaatsen. 75 mensen hebben het al ingevuld. En dan zien we dat, even kijken, de betaalbare oplossingen. Het zo transparant en tijdig mogelijk communiceren nu het hoogst scoort. Gevolgd door betaalbare oplossingen en warmteoplossingen die duurzaam zijn. En ook het handelingsperspectief en de keuzevrijheid. En ietsje minder belangrijk, maar toch ook nog wel in het midden, de kracht van de gemeenschap en de landelijke kaders en ontwikkelingen. Dus dat geeft in ieder geval een beetje een beeld wat u dan zo belangrijk vindt. En u ziet ook, zeg maar, iets lichter zo in de achtergrond ziet u ook waar dan zo de antwoorden terecht zijn gekomen. En dan ziet u ook bij die uitgangspunten die heel hoog scoren, dat vooral aan de rechterkant is. Dus dat die heel erg hoog scoren. Nou, dat geeft in ieder geval een beeld dat 4 van deze 6 in ieder geval door u als zeer belangrijk worden gezien en dat er 2 als iets minder belangrijk worden gezien. Mooi, 87 mensen hebben het ingevuld. Ik zie ondertussen dat er eentje nog iets naar rechts opschoof. Maar dat er eigenlijk 4 toch wel min of meer hetzelfde scoren als heel belangrijk. En 2 als iets minder. Oké, helder beeld. In tweede instantie had ik u beloofd de vraag, wat wilt u hier nog over kwijt? Het kan zijn dat u zegt, ik mis een uitgangspunt of ik wil iets toevoegen aan een uitgangspunt. Of wellicht heeft u gewoon een vraag over een bepaald uitgangspunt. Dan mag u die nu intikken. En dan komt die mooi weer op het scherm en dan hebben we die ook verzameld. Zodat we die ook mee kunnen nemen in de daadwerkelijke vaststelling van die uitgangspunten straks. Even kijken, wat wilt u nog kwijt over de principes? De optie waterstof, ja, daar komen we straks ook uitgebreider op terug, op die precieze opties. Over kwetsbare bewoners, dus het gaat deels natuurlijk ook over betaalbaarheid, maar je hebt dan ook oog voor juist mensen die het niet zo makkelijk en breed hebben. Even kijken, wanneer wordt biomassa uitgefaseerd? Nou, daar heeft Thijs iets over gezegd, daar komen we straks ongetwijfeld nog even op terug. Biodiversiteit effecten. Als apart idee, effect op ruimtelijke ordening. Ja, oké. Gaan voor echte duurzaamheid. Misschien kunnen we een beetje naar beneden scrollen. Even kijken hoor. Kunnen wij nog wat meer antwoorden in beeld zien? Mag ik toch iets zeggen, Remmert? Ja, Peter. Ik zie toch de opmerking wie nou uiteindelijk wat betaalt is nog steeds onduidelijk. Ja, dat triggert me altijd. Hè? Ja. Ik denk dat we ons wel moeten realiseren dat we het uiteindelijk... Ja, er is niet iemand vanuit het buitenland die voor ons deze transitie gaat betalen in principe. Dus uiteindelijk gaan we natuurlijk als Nederlanders met z'n allen betalen. Alleen hoe we dat goed en eerlijk verdelen, dat is natuurlijk de belangrijke uitdaging. Ja, precies. En eigenlijk, hè, dat is het uitgangspunt ook van de gemeenteraad geweest.
Ja, dat is wel een harde voorwaarde eigenlijk voor die transitie. Ja, iedereen moet dat kunnen betalen en dat moet haalbaar zijn. En als dat niet zo is, dan gaan we dat niet op die manier doen. Dus dat is een voorwaarde. En tegelijkertijd zeg je, moeten we nog uitzoeken hoe we dat precies gaan betalen. En daar zal de Rijksoverheid natuurlijk ook een rol in gaan spelen. Zeker. Ik zag ook een vraag al in de chat voorbij komen van iemand uit de Bloemenbuurt. Die gaf dat ook aan. Wij hebben geen 10.000 euro liggen om die overstap te maken. Dus daar zal toch iets met financiering geregeld moeten gaan worden. Het zij subsidie, het zij goede leningen. Ja, nou je er toch bent, Peter. Keuzevrijheid, dat is ook vaak een uitgangspunt. Hè, dat we hier hebben benoemd, dat ook wel vragen oproept. Hè, wat houdt dat dan precies in? En word ik niet gedwongen mee te doen aan een warmtenet en zo? Hoe kijk jij precies tegen je keuzevrijheid aan in dat licht van bijvoorbeeld warmtenetten? Ja, dat is ook een mooie vraag. Hè? Dus zoals het er nu uitziet, maar de warmtewet is in ontwikkeling, hou je die keuzevrijheid. Dus ook al stel nu in onze transitievisie zeggen wij voor een bepaalde wijk, daar is een warmtenet hè, de meest voor de hand liggende oplossing, dan heb je nog altijd als bewoner, zoals het er nu dan uitziet, hè, dat is wel de kanttekening, de mogelijkheid om daar niet aan mee te doen. Alleen zul je wel iets anders moeten organiseren om jezelf, om je woning duurzaam te verwarmen. Dus ja, het is keuzevrijheid, maar aardgas is geen keuze meer. Dat is eigenlijk de boodschap. Precies. Maar je krijgt altijd de mogelijkheid om ook hè, een alternatief voor dat warmtenet te kiezen, mits dat dan ook een duurzaam alternatief is. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, mooi. Ik zie hier dingen binnenkomen. Ik zie opnieuw dat biomassa niet een erg populair alternatief is voor aardgas. Biogas als optie komen we inderdaad ook op terug. Het moet vrijwillig blijven, dat zit natuurlijk in dat idee van keuzevrijheid. Hè, maar er komt natuurlijk een zeker punt in 2050 dat uiteindelijk iedereen aardgasvrij moet zijn. Dus dat is ook op zich een harde kreet die ik hier hoor van zorg dat vrijwillig blijft. Even kijken, we scrollen nog even wat naar beneden, kijken wat er nog meer is binnengekomen. Hulp voor mensen die het niet begrijpen. Ja. Mogelijkheden voor lokale buurtwarmtecoöperaties. Ja, dat is een mooie inkleuring denk ik ook van dat idee van de kracht van de gemeenschap benutten. Hè? Dus wellicht ook die kleinschalige initiatieven faciliteren en mogelijk maken. Warmte-koude bronnen. Ja, nog iets verder naar beneden. Kijken wat er nog meer is binnengekomen. Ja, oké. Okay. Nou, dit gaat allemaal de knapzak in. En we gaan natuurlijk nog een keer goed naar die principes kijken. Om vervolgens met uw hulp ook die aan te scherpen. Dus hartelijk dank voor uw input op deze vraag. Ja. Dan, Thijs. Ja, ja dit is, ik zie zoveel vragen. Ja, ik zie ook heel veel vragen. Ja. Ik zit er bijna te denken van wat is handig. Ik kan ze denk ik niet allemaal onthouden. Maar Nee, dat wordt wel lastig. Ik denk dat het handig is, Thijs, omdat heel veel van die vragen die nu leven, merk ik, die komen in jouw verhaal terug. Hè? Dat gaat heel erg over die alternatieven voor aardgas. Wat betekent dat nou precies? Dat we daar gewoon eventjes naartoe gaan. Dus dat we jouw verhaal oppakken en dan gaan we op het einde proberen de vragen die dan in dat verhaal niet beantwoord zijn, dat we die met elkaar nog een keertje gaan bekijken. Yes. Oké, nou, gaan we weer terug naar de presentatie. Want we waren gebleven bij de principes. Die hebben we nu gehad. Dus wij gaan even door, Thijs. Ja, ik zag net ook al een opmerking van André. Informatie. Ja, dat informatiestuk dat komt nu. Hoe kijken we in Ede naar uiteindelijk aardgasvrij? En dat is een groot project in twee stappen. En dat is ten eerste isoleren, hè, dus de huidige situatie van alle woningen en ook bedrijven in Ede. De eerste stap is isoleren. En de tweede stap, als je dan klaar bent voor de overstap, is die duurzame warmteoplossing. Die twee licht ik zo meteen met twee losse slides toe, hè, zodat je dan uiteindelijk aardgasvrij kan wonen in 2050. En dat is een complexe opgave. Als je daarop op doorklikt. Waar we dus de tijd ook voor nemen en waar we dus ook een plan voor nodig hebben, zodat het ook voor iedereen zo duidelijk mogelijk is hè, wat wel de bedoeling is
en vooral ook wat niet de bedoeling is. Als we dan kijken naar isoleren, dat staat op de volgende. Dat is de woning klaarmaken voor de overstap naar aardgasvrij. En dan is de idee, dat gaat dan over woningen voor 1995. Dus de woningen die vanaf 1990, 1995 ongeveer zijn gebouwd, daar geldt eigenlijk dus deze eerste stap dus al niet voor. Die zijn in principe klaar om uiteindelijk om naar een alternatief voor aardgas te gaan. Dus dan meteen die stap 2. Voor alle oudere woningen geldt dus over het algemeen dus nog een isolatieopgave. En dan moet u denken aan met name dakisolatie en HR++ glas. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste elementen van isolatie. Dus we hebben het dus niet over een, wat sommige mensen misschien denken, over een gehele nieuwe voorgevel of iets dergelijks. Dat is niet de bedoeling. Het is isoleren aan de binnenzijde en aanvullend als uw woning dat nodig heeft. Vloerisolatie, bijvoorbeeld de kruipruimte en de spouwmuurisolatie. Dat is afhankelijk van de leeftijd van de woningen. Dus bijvoorbeeld die spouwmuur, dat is nog na te isoleren voor woningen die tussen 1920 en 1975, 1980 ongeveer gebouwd zijn. Woningen die na 1980 gebouwd zijn, die hebben al een gevulde spouwmuur die niet meer verder te isoleren is. Uiteraard moeten we er ook voor zorgen dat het binnenklimaat goed blijft. Dus we moeten zorgen dat de ventilatie goed blijft. Veel oudere woningen hebben natuurlijke ventilatie. Dat heet ook wel de ramen openzetten. Het is misschien nodig, als u bijvoorbeeld heel erg aan kierdichting doet, om dus naar een mechanische ventilatie te gaan. Kan. En tot slot, elektrisch koken op waterstof. Ik zag bijvoorbeeld ook al waterstof voorbij komen als suggestie. Op waterstof kun je niet koken. Op aardgas koken is straks niet meer de bedoeling. Dus als u uw keuken vervangt, verbouwt, als u naar een nieuw huis gaat, kijk of u naar elektrisch koken kunt gaan. Ja, en dat geldt in het algemeen, dus dat we isolatiemaatregelen voorstellen op een natuurlijk moment, zoals een verbouwing of een verhuizing. Dus we vragen dus niet van senioren die nu in hun huis nog misschien 5 of 10 jaar willen wonen, om allerlei isolatiemaatregelen te nemen. Dat is niet passend bij de meeste individuele situaties. Een verhuizing, dus als je een woning koopt, is dat dus juist wel. Dus dat daarover. Meer informatie. Ook voorbeelden vindt u op www.edenatuurlijk.nl. En in de transitievisie warmte gaan we per buurt en per type woning beschrijven wat wenselijk is op het gebied van isolatie. En wat we nu al kunnen zeggen is dat met name dus de woningen van voor 1975, de woningen en in mindere mate de woningen tussen 1975 en 1995, dat daar een isolatieopgave zal zijn. Als we dan kijken naar de tweede stap, dan zijn er grofweg 3 alternatieven voor aardgasvrij. Het eerste, of je zou ze kunnen splitsen in collectieve manieren om aardgasvrij te worden, of een individueel, dus per woning of per gebouw. Collectief, dat is een warmtenet. In Ede Stad uiteraard bekend het stadsbrede warmtenet, maar het zouden ook kleinere lokale initiatieven kunnen zijn. En dat is ook denkbaar in de omliggende dorpen van de gemeente Ede. Dus dan zou het dus een klein warmtenet, bijvoorbeeld op warmtekoude opslag, voor een buurt of een flat kunnen zijn. Uiteraard hoort daar ook een duurzame bron bij. Voor het stadsbrede warmtenet is dat op dit moment nog biomassa. En er wordt dus gekeken naar duurzame restwarmte en geothermie. En voor de kleine collectieven kijken we dus dan naar oplossingen zoals warmte-koude opslag. Maar het kan ook aquathermie zijn. Wellicht heeft u van zonthermie gehoord. Dat zijn dus ook eventueel denkbare duurzame warmtebronnen daarvoor. Als we dan kijken naar de
individuele oplossingen. En dat is dus zeker in het buitengebied. En ik zag ook de vraag, ik heb een oude woning of een oude boerderij. Wat zou er dan voor mij een redelijk haalbaar alternatief kunnen zijn? Dan is dat eigenlijk vrijwel zeker hernieuwbaar gas in combinatie met een hybride warmtepomp. Dus dat betekent dat het gasnet blijft, oplossing per woning, dat de gasketel blijft, maar wel dat dat dan in combinatie is met een warmtepomp. En daarmee reduceert u in ieder geval de idee 70% van het gas. En dan is dan 70% van de warmte wordt dan met elektriciteit door de warmtepomp opgewekt. En het restant is dan met duurzaam gas. En dat zijn eigenlijk twee mogelijkheden, groen gas of waterstof. Dus als we naar duurzaam gas kijken, duur waterstof of groen gas. En met name waterstof is daarbij wel de belangrijkste kandidaat. Omdat we eigenlijk wel weten dat groen gas of biogas toch wel beperkt beschikbaar is in Nederland. En wat we voor waterstof weten, is dat daar dus nog landelijk naar de mogelijkheden onderzocht wordt. De veiligheid, de beschikbaarheid, de kosten. En dat we dus op dit moment nog niet echt goed kunnen zeggen wat er uiteindelijk mogelijk is met waterstof. En dat betekent, waterstof is wel gewoon een heel erg gewenste richting. Daar waar er geen goede alternatieven zijn, dat we dus zeker dus de mogelijkheden van waterstof open willen laten. En dat we dus dan over een aantal jaar, als er dus dan meer bekend is over waterstof, dat we dus dan definitieve keuzes kunnen maken. En dan tot slot, de derde uitgasvrije optie, dat is all electric. Dat is een oplossing waarbij de gasketel geheel vervangen wordt door in principe een warmtepomp, maar bij kleine woningen, dus dan 50 vierkante meter of kleiner, zouden ook wel andere elektrische oplossingen mogelijk kunnen zijn. En van warmtepompen zijn er dan ook weer verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld de buitenluchtwarmtepomp, dat ziet u hier op het plaatje. Maar het kan ook met zonthermische panelen op het dak of met een bodemblus om bodemwarmte te gebruiken. Even kijken. Ik kijk even met een schuin oog naar de chat. Dus de belangrijkste ontwikkelingen, dus een vraag van Martin, waar we dus nog nu niet goed duidelijkheid hebben, maar waar we dus wel rekening mee houden, dat is dus ten eerste waterstof. En dat zegt iets over de toekomstbestendigheid of de houdbaarheid van het gasnet. En de tweede is de mogelijke kosten van warmtepompen. Die zijn nu op dit moment vrij hoog. Daarvan is wel de idee, de hoop, de verwachting dat die gaan dalen. En dat betekent dus dat we dus voor nu vooral gaan inzetten op isoleren. Bij de woningen die dat dus nodig hebben. Dan kunnen we denk ik door. Hier ziet u de kaarten van de plaatsen in Ede. En we gaan dus per plaats, per wijk en vooral per type gebouw kijken wat passend is en welke keuzes mogelijk zijn. Dus voor de woningen die hier in het geel zijn aangegeven, dat zijn de woningen die bijvoorbeeld tussen 1950 en 1975 zijn gebouwd. Dat zijn heel veel woningen in Ede. En daar hebben we dus absoluut ook dus, de aandacht voor. Daarvan weten we dat er een isolatiebehoefte is. En daarvan weten we dat dus de alternatieven dus lastiger liggen dan bijvoorbeeld de woningen die in het blauw zijn. De woningen die dus na 1990 zijn gebouwd. Die hebben dus vrijwel geen isolatieopgave. En is dus het alternatief naar uiteindelijk uitgasvrij een stuk makkelijker te realiseren. En wat we ook zien en waar we ons dus van bewust zijn, is dat dus in de omliggende plaatsen, dus Lunteren, Ederveen, Beekrom, Huiskamp, Otterlo, dat daar dus de bouwjaren en de type gebouwen, type woningen, best wel door elkaar heen staan. Dat is echt wel een andere situatie als in Ede stad.
En dat je dus hier veel minder wijkgericht of plaatsgericht kunt werken, maar dat je dus veel meer naar een passende werkwijze moet, die past bij de inwoners. Dus niet lukraak met een one-size-fits-all aanpak komt aanzetten. Dus zo inwoners, zo specifiek mogelijk willen we aan de slag met uiteindelijk aardgasvrij. Dus dat is in ieder geval wat ik u wil meegeven, dat dat op ons netvlies staat, dat we ons daarvan bewust zijn. En ik hoop dat u dat ook zult herkennen en terugzien als we dus in juli de voorlopige resultaten gaan presenteren. Dan, dit is dan het plaatje voor de gemeente, maar uiteraard is er ook, kijk maar naar wat het betekent voor de inwoners. Dat staat op de volgende. En dat is allereerst elektrisch koken. Twee, voor de woningen die dat betreft, isoleren. En hier staan de belangrijkste nog een keertje op een rij. HR++ glas, het dak en de spouwmuur. Het alternatief voor de warmte. Dat is hetzij een warmtenet of een warmtepomp. Mogelijkwijs nog in combinatie met een gasnet. En dat doen we voor goed comfort en een duurzame toekomst. En waar we vooral natuurlijk ook naar kijken, zijn de euro's, de kosten. En dat is een vraag die toch wel boven dit hele project zweeft. En waar op dit moment dus nog niet een 100% sluitend antwoord mogelijk is. En waarvan we wel kunnen zeggen dat als dat antwoord niet sluitend gegeven wordt, dat de warmtetransitie dus dan voorlopig niet van start kan gaan. Mooi. Dankjewel, Thijs. Ik zie in de chat ook wel een aantal mensen die zeggen van joh, ik zie eigenlijk nog niks in dit verhaal over kosten voor die verschillende alternatieven. Nou zei Peter aan het begin van de bijeenkomst denk ik terecht van ja, we staan helemaal aan het begin van een proces. Onderdeel van die analyse die jullie gaan maken is ook dat jullie per wijk gaan kijken van goh, wat is nou als je die verschillende alternatieven bekijkt die je net schetste. Wat is dan voor inwoners de meest betaalbare oplossing? Dus dat is iets wat eigenlijk nog komt later in het proces. Klopt dat, Thijs? Dat is correct. Dus, we kijken dus naar de verschillende gebouwtypes. Dus bijvoorbeeld appartementen, eensgezinswoningen, rijwoningen. We kijken ook naar de bedrijven uiteraard in de gemeente Ede. En we zullen voor elk type gebouw en elk plaats of wijk met een de meest betaalbare oplossing komen. Ja, precies. En de transitievisie warmte, die moet eind dit jaar af zijn. En daar staat dan eigenlijk in wat zijn interessante wijken om te gaan beginnen. Om uiteindelijk in 2030, in 2050 stappen te zetten richting aardgasvrij. Ja, oké. Okay. We zijn weer even benieuwd wat u vindt. Dus we hebben weer twee Mentimeter vragen voor u in petto. Dus we gaan weer even schakelen naar de Mentimeter. En de eerste vraag waar wij erg benieuwd naar zijn is, waar zou u nou beginnen met het aardgasvrij maken van de gemeente? En de tweede die we hierna gaan vragen is, welke duurzame maatregelen zou u nou in de komende 5 jaar willen nemen? Dus ga weer even naar www.menti.com met de code 8168849. U heeft hem waarschijnlijk nog openstaan. En waar zou u beginnen met het aardgasvrij maken van de gemeente? Hebben we een aantal opties die u in volgorde kunt zetten. Dus wat zou u nou helemaal bovenaan zetten en wat zou u onderaan zetten? En de opties zijn 1, waar inwoners zelf het initiatief nemen. Daar zou u kunnen beginnen. 2, waar veel aardgas kan worden bespaard. 3, waar veel werkzaamheden in de openbare ruimte staan gepland. 4, waar de overstap het meest betaalbaar is. 5, waar flinke stappen kunnen worden gezet met grote eigenaren zoals woningcorporaties. 6, waar de woningen al goed geïsoleerd zijn, want dan gaat het wellicht wat makkelijker. 7, waar een duurzame warmtebron of warmtenet in de buurt is. Wat vindt u nou het allerlogisch, zet hij helemaal bovenaan en waarvan zegt u nou, daar zou ik helemaal niet beginnen, zet hij dan helemaal onderaan. Dan krijgen we een beetje een beeld
wat u betreft een goede volgorde zou kunnen zijn van het aardgas vrijmaken van de gemeente. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat die transitievisie voor warmte moet gaan brengen. Die moet een soort routekaart geven waar we dan beginnen en nou ja, hoe we dan zo verder gaan. Dus welke criteria vindt u belangrijk? Ik zie dat 9 mensen het hebben ingevuld, 17 inmiddels. Even kijken welke kant dit zo opgaat. Wat in ieder geval tot nu toe hoog scoort is waar flinke stappen kunnen worden gezet met grote eigenaren zoals woningcorporaties. En die blijft mooi bovenaan staan, zie ik. Op 2 waar veel aardgas kan worden bespaard. En op 3 waar inwoners zelf het initiatief nemen. Wellicht gaat het nog wat wijzigen, want ik zie dat nog lang niet iedereen heeft meegedaan. Maar de top 3 die blijft vooralsnog hetzelfde, zie ik. Eens even kijken of dat zo blijft. Met 58 mensen, ja. Ja, en wat staat dan onderaan? Waar een duurzame warmtebron of warmtenet in de buurt is en waar de woningen al goed geïsoleerd zijn. Dus u geeft eigenlijk de voorkeur eraan om te starten waar juist veel aardgas kan worden bespaard. En juist niet daar waar de woningen al goed geïsoleerd zijn, zo gemiddeld zie ik. Oké, nou dat geeft een beeld. Ik zie dat nu de nummer 3 verandert. Dus toch maar liever waar werkzaamheden in de openbaar. Oh nee, oké, betaalbaarheid komt omhoog. Oké, ja. Is ook een belangrijke natuurlijk. Ja, maar de nummers 1 en 2 die blijven 4 overeind staan. Dus waar flinke stappen kunnen worden gezet en waar veel aardgas kan worden bespaard. Dus u kiest voor efficiëntie, dat is duidelijk. En dan op 3 nu waar werkzaamheden in de openbare ruimte staan gepland. En op 4 waar de overstap het meest betaalbaar is. Oké, helder. Mooi. Nog één vraag voor u. Ik zie ondertussen, betaalbaarheid is naar 3 gegaan. Oké, nou goed, gaan we nu door. gaan we nu door met de volgende vraag. Daar zijn we ook wel erg benieuwd naar. Als u nou zelf aan de slag zou gaan, waar zou u dan mee aan de slag gaan? Dus welke duurzame maatregelen zou u de komende 5 jaar willen nemen? En als u geen enkele maatregel wil nemen, dan moet u natuurlijk even helemaal niks invullen. Maar u kunt 1 of meerdere dingen van plan zijn de komende jaren. En dan zijn we wel even heel erg benieuwd wat dat dan zou zijn. Dus waar zou u heel graag mee aan de slag willen? De komende 5 jaar. Nou, ik zie toch wel enig animo in de groep om iets te gaan doen. En wat hoog scoort is duidelijk isolatie. Dus jullie hebben heel goed geluisterd naar het verhaal. Begin met isoleren. En ook die warmtepomp, die scoort wel heel hoog. Dat is interessant. Wellicht ook bij mensen die al goed geïsoleerde woningen hebben. Hè, dan is het natuurlijk heel interessant om zoiets te doen. En isolatie, ja, dat kan inderdaad van alles en nog wat zijn. Ik zie iemand op de chat zeggen van nou, dat is wel breed. Dat is op zich wel zo. Dus het kan zowel dak, kruipruimte, spouwmuur zijn. Als het één van die is, dan mag je dat natuurlijk ook gewoon isolatie invullen. Maar hoogscoren dus isolatie en die warmtepomp. Maar ook gewoon dubbel glas, zonnepanelen, elektrisch koken scoort hoog. En zuinig met energie omgaan, zoals Peter ook al zei aan het begin. En daar begint het misschien wel. Is ook een hoge score. Nou, mooi om te zien. 74 mensen die toch wel iets gaan doen de komende 5 jaar. Dus er is wel animo. Mooi. Oké. Hartelijk dank voor deze input. Wij gaan door naar het laatste blokje voordat we ook nog ruimte gaan bieden voor vragen. En dat ga ik weer met Peter doen, want wij zijn ook wel heel erg benieuwd natuurlijk hoe we verder betrokken kunnen worden in het vervolg. Even kijken. Peter, kun jij daar iets over vertellen hoe mensen betrokken kunnen blijven in het vervolg? Ik zal de dingen even gewoon op de sheet zetten. Kun je ons even meenemen in het vervolgproces? Hoe gaat dit nou verder? Ja, zeker. Ja. Sorry, even mijn keel schrapen. Ik zag sowieso heel veel dingen op de chat voorbij komen. Ja, de chat wordt gelogd. Wat we ook afgesproken hebben aan de start van dit proces, hè, ook met de gemeenteraad, is dat we een soort participatieverslag maken met de input van
de mensen die hebben meegedacht en dingen hebben laten weten hoe ze daar tegenaan kijken. Dus dat is denk ik belangrijk om te weten. Ik zie in de chat trouwens ook dat mensen elkaar enorm goed helpen. Er zit heel veel kennis onderling, want iemand stelt de vraag en iemand anders geeft gelijk de oplossing. Dus dat is hartstikke goed, denk ik. Nou, we gaan op Ede, www.ede-natuurlijk.nl/aardgas. Ja, en ik kan het net niet zien, aardgasvrij inderdaad. Gaan we het een en ander publiceren, dus hou dat in de gaten. In juni hebben we de eerste resultaten die we gaan bespreken met in eerste instantie de dorpsraden en de wijkcomité's. En daarna met de gemeenteraad. Dat zijn voorlopige resultaten. Dus de bedoeling is om dat begin juli met de gemeenteraad te bespreken. Dan gaan we na de zomer een enquête en een tweede informatiebijeenkomst doen. En in die tweede informatiebijeenkomst is dus al wel veel meer duidelijk. Dus dan zullen dus de wijken waar we voor 2030 willen gaan starten, die zullen zich wel aftekenen. En daar zal ook wel duidelijk zijn wat daar dan de meest voor de hand liggende warmteoplossingen zijn. Nou, nogmaals, het is een visie, hè, een stappenplan op hoofdlijnen. Maar ik zag ook wat dingen in de chat van, goh, dit is geen echte nieuwe informatie. En dat kan ook, hè, als je er al in verdiept hebt. Dit is het startpunt. De volgende bijeenkomst geeft wel meer inzicht en meer informatie. Ja, dus ja, dat is een beetje hoe dat proces eruit ziet. Er is één correctie die ik hier binnenkrijg en dat is een terecht punt. Die enquête die doen we al in mei. Hè? En dat is ook bedoeld natuurlijk om u nog iets te kunnen laten vinden voordat we die voorlopige resultaten met de gemeenteraad delen. Dus die enquête die is eigenlijk voor juni en dan na de zomer dan komt die tweede informatiebijeenkomst waarin we dus wat meer kunnen delen over de uitkomsten. En dan eind 2021 de besluitvorming, want de gemeenteraad heeft het laatste woord, nietwaar? Zeker, dus de gemeenteraad stelt die visie vast. Hè? Dus de startwijken, de voorkeursalternatieven. En we gaan ook een doorkijkje geven in hoe we dan zo'n plan vorm gaan geven. Hè? Want ik zei het al, dit is de visie. Wat daarna komt is per wijk een concreet plan maken. En dat is iets wat we nu al in 2 wijken aan het oefenen zijn. Ik zag ook wat mensen uit die wijken voorbij komen. De Bloemenbuurt en de Zeeheldenbuurt. Dat is echt de volgende stap. Dus een visie is mooi, maar een concreet uitvoeringsplan is natuurlijk uiteindelijk nog veel beter. Ja, nou zijn er denk ik ook veel mensen, we zagen het net in de Mentimeter, die zeggen van joh, ik wil eigenlijk zelf wel aan de slag. Zijn er nou dingen die jullie als gemeente ook aanbieden voor mensen die zelf stappen willen zetten? Waar zeker, kun je echt meer informatie? Ja, dus dan zou ik ook echt aanraden, kijk op www.ede-natuurlijk.nl. We hebben het liefst dat mensen dat in groepen doen. Dat is leuk, dat zie je hier ook, hè? Want samen weet je veel meer. En bovendien is dat veel efficiënter, ook voor ons als gemeente. Dus wat je kunt doen is een inkoopactie opzetten, samen met buurtgenoten. Je kunt iets doen met... Ja, dat is meer voor het inzicht, iets met een warmtewandeling. Je kunt er is allerlei aanbod gericht op de mensen in de wijk als collectief. Maar er zijn ook individuele dingen, zoals een energieadvies van een energieadviseur bij jou thuis. En ook heel concreet, je kunt ook geld lenen bij de gemeente. Ik zag hem ook al voorbij komen in de chat. Dus als je wat wilt doen en je hebt het geld niet, we hebben 4 hele mooie leningvarianten, waarmee je dus ook al... Ja, kunt voor investeren of kunt investeren zonder dat je dat geld op de plank hoeft te hebben. Ja. Dus ons aanbod staat allemaal op Ede natuurlijk. En we hebben natuurlijk onze energieloket die je daar ook verder bij kan helpen. Mooi. Dus als mensen aan de slag willen, www.ede-natuurlijk.nl, daar kunt u veel meer vinden. Mooi. Dan ga ik deze eventjes afsluiten. En dan zie ik dat het ongeveer 9:15 is. Nou realiseren we ons dat er ontzettend veel mensen hier vanavond aanwezig waren met ontzettend veel vragen. We hebben geprobeerd de vragen zoveel mogelijk gedurende de bijeenkomsten te beantwoorden. Dat is ongetwijfeld niet helemaal gelukt. Dat betekent dat we de vragen die gesteld zijn en die nog niet beantwoord zijn, in ieder geval een plek gaan proberen te geven op www.ede-natuurlijk.nl/aardgasvrij. Daar staat een Q&A, een vraag en antwoord. En daar zullen we ook dingen aan gaan toevoegen.
Maar we hebben nog zeker een kwartier de tijd om nu vragen ter plekke te beantwoorden. Dus dat wil ik doen. Ik sluit de avond in principe af voor mensen die zeggen, goh, het was leuk geweest, mijn vragen zijn beantwoord en ik heb het zo gezien. Dan kunt u nu gewoon de bijeenkomst verlaten. Zegt u van, ik heb een ontzettend prangende vraag die nog niet aan bod is gekomen. Dan kunt u even blijven hangen. En dan kunt u die in de chat stellen en dan gaan we proberen die prangende vragen met Thijs en Peter nog eventjes te beantwoorden. Dus hartelijk dank voor uw aanwezigheid als u ons nu gaat verlaten. En als u nog vragen heeft, blijf nog eventjes hangen. Stel de vraag in de chat en dan gaan we zoveel mogelijk van die vragen beantwoorden. Goed, nou dan ga ik Thijs en Peter er even bij halen, want die weten natuurlijk alles. Ga ik even kijken in de chat of er nog vragen binnenkomen. Ik zie de vraag, laat Ede het aardgasnet voorlopig intact? Dan kijk ik even naar Peter of Thijs. Ja, dat weten we dus nog niet zo goed. Hè? Waarschijnlijk voor delen wel. Het idee is natuurlijk dat we kijken wat er in die wijken voor een voorkeursoplossing voor de verwarming uitkomt. Maar goed, dat gaf Thijs ook al aan. Dat zou ook hybride kunnen zijn, waarbij je nog iets met het gasnet doet. Ja, de wijken waar je echt voor een warmtenet als voorkeursoplossing gaat, ja, daar zou het wel logisch zijn om ook het aardgas echt te verwijderen. Ja. Maar dan heb je dus nog wel de optie om iets te doen met elektrisch verwarmen, dus een warmtepomp oplossing. Hè? Dat gaf ik ook al aan. Precies, helder. Ik zie veel mensen die ons bedanken voor deze informatiesessie. Graag gedaan, uiteraard. Ik zie ook iemand die vraagt van, goh, worden wij nou voor die enquête automatisch benaderd als we ons hebben opgegeven voor deze bijeenkomst? En ik denk dat dat een ontzettend goede suggestie is. Als we uw e-mailadres hebben, dan kunnen we dat natuurlijk gewoon doen. Dus dat komt in orde. Even kijken. Zijn er normen voor isolatie? Ja. Thijs. Ja, zeker. En daar wordt ook nog landelijk aan gewerkt. Dat heet streefwaarden isolatie. En dat gaat in de komende maanden online gezet worden. En dat betekent dus bijvoorbeeld als u aan dakisolatie denkt, hoeveel centimeter moet er dus dan nog tegen het dak aan isolatiemateriaal? Bij kruipruimteisolatie, idem dito. HR++ is op zich al duidelijk qua norm. Die isolatienormen die zijn er en die worden ook duidelijker gemaakt met de streefwaarden voor isolatie. Mooi. Ik zie de volgende vraag die je misschien mee kan pakken, Thijs. Is koeling nou ook onderdeel van die transitievisie warmte? Want met een warmtepomp kan dat wellicht wel, maar kan dat ook met een warmtenet? Hoe zit dat precies? Goeie vraag. Koeling is niet officieel onderdeel van de transitievisie warmte, maar we kijken natuurlijk wel naar comfortabel wonen. En daarmee is koeling dus wel in beeld om dat goed te organiseren. Daar kijken we zeker naar. En het is natuurlijk bekend dat je met een warmtenet je huis niet kan koelen, althans niet met het stadsbrede warmtenet in Ede. Dat zou eventueel wel kunnen met een all-electric oplossing, dus een woning of een oplossing per gebouw, of eventueel met een kleine collectieve oplossing, bijvoorbeeld met warmtekoude opslag. En ik zag ook de vraag over appartementen, die is misschien ook wel even goed om die er dan meteen bij te pakken. Want appartementen, dat zijn wel samen met het oude woningen van voor de oorlog, zijn denk ik wel onze hoofdpijn categorieën dossiers. Toch wel, mag ik het wel zo zeggen, denk ik. Zijn eigenlijk het lastigste te verduurzamen. Deels vanwege technische problemen of uitdagingen, maar ook wel zeker bij VVE's, omdat je met een vereniging van eigenaren zit. Dus hier wil ik even benadrukken dat echt op ons netvlies staat. Prima. Even kijken, ik zie ook een vraag of de gemeente meer gaat verplichten aan isolatiemaatregelen. Hoe zit dat, Peter? Ja, moet ik dat dan zeggen? Het is me wel eens een doorn in het oog dat voor
voor energiegebruik in woningen is er eigenlijk alleen maar een energielabel nu. En dat is wettelijk verplicht. En dat heb je alleen maar als je een mutatie doet. Dus een huis verkoopt of gaat verhuren. Ja, of je het nou moet verplichten om te isoleren. Thijs gaf ook al aan, er zitten streefwaarden aan te komen. Ik denk wel dat het steeds iets strenger gaat worden. Hè, dat je echt af wil van de hele slechte labels. Dat is echt niet meer van deze tijd. En bij een beetje mutatie, een woningkoper gaat nu ook echt al wel kijken van... Hey, wat koop ik nu? Vroeger was het 3 keer LLL hè, van de locatie. Ja, nu is dat label begint ook echt wel een rol te spelen. Dus ik verwacht dat dat toch steeds iets dwingender gaat worden. Maar echt verplicht, hè? Nee. Daar zijn we een hele hoop van. Ja. Ja, het wordt steeds, het steeds dwingender, maar misschien niet verplicht. Even kijken, de vraag, Thijs. Een van de opties die we net gaven was hernieuwbaar gas met een hybride pomp. Dat is natuurlijk niet... Hoe zit dat precies? Is dat dan aardgasvrij of... Dat is voorlopig niet aardgasvrij. Dus je maakt gebruik van het huidige gasnet. En dan is dus op termijn, moet dus dan de keuze gemaakt worden, is er wel of geen duurzaam gas, duurzame waterstof. Is dat er wel, dan is de hybride warmtepomp ook meteen de eindoplossing. Is dat er niet, dan zullen we dus moeten kijken wat dan dus mogelijk is. En dan... is dan de meest waarschijnlijke optie, hè? Dus dat je dus dan naar all-electric warmtepompen gaat. Ja, ik heb hier een vraag van Daphne die zegt van goh, het was wel leuk geweest als jullie ook de vraag hadden gesteld in de Mentimeter wat mensen nu over maatregelen hebben genomen. We hebben gevraagd, bent u nog van plan? Die kunnen we nu natuurlijk niet meer stellen, maar dat is wellicht een goede vraag voor in de enquête in mei, om die dan ook mee te nemen, Daphne. Dus dank voor die suggestie. Even kijken, ik zie nog iemand die zegt dat die Ellen, die is via Facebook hier terechtgekomen en was nog niet op de hoogte van edennatuurlijk.nl, maar daar is ze heel blij mee. En het is goed om dat breder onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld via Edenstad. Mooie suggestie, dank daarvoor. Even kijken. Ik heb nog een directe vraag naar mij gekregen. Moet er bij een warmtepomp vloerverwarming worden toegepast? Goeie vraag. Dat is een goede vraag. Het antwoord is nee, dat is niet verplicht of niet vereist. Zeker niet bij hybride warmtepompen. Maar bij all-electric is het wel zo dat je naar een zo laag mogelijke temperatuur wil. Dat is hetzij met vloerverwarming, maar het kan dus ook met laag temperatuur radiatoren of convectoren. Ja, dat hoeft niet. Ja. Mooie vraag van Ad voor jou, denk ik, Peter. Hoe krijg je nou een buurt met individuele eigenaren zover om gezamenlijk iets te gaan doen? En welke rol is daarbij weggelegd voor de gemeente? Ja, dat is een hele mooie, want daar lopen we als gemeente ook wel een beetje tegenaan. Dus wat we kunnen doen vanuit de gemeente is toch vanuit die regierol proberen mensen bij elkaar te brengen. Dat proberen we dus ook in die twee pilotwijken. Maar daar zie je dat er best wel een aantal betrokken mensen zijn, maar ja, een groot deel laat zich ook niet zien. Ja, dat maakt het wel moeilijk. En zeker als het een collectieve oplossing zou moeten zijn, hè? Dus iets met een warmtenet. Ja, dan wordt het wel heel, heel lastig. Daar moeten we nog mee oefenen. En de noodzaak om nu dat per se te gaan doen, die ontbreekt soms ook nog. Misschien verandert dat nog, hè? Dat je echt wel staat te wachten, hoop ik dan, op de gemeente tot die komt met een goed verhaal en een oplossing. Maar ja, zover zijn we nog niet. Dus dat is... Ja, precies, helder. Even kijken, Thijs. Ik zie een mooie vraag. Hoe zit dat straks als we allemaal aan de warmtepompen en de elektrische auto's zijn? Kan de infrastructuur, kan het elektriciteitsnet dat allemaal wel aan? Waar halen we de stroom vandaan? Kun je daar iets over zeggen? Zeker. Ja, dat is een vraag waar ook zeker netbeheerder Liander en heel veel andere bedrijven hun hoofd ook over breken. En is ook wel een reden om enigszins voorzichtig te zijn met volledig all-electric. Daarvan is nu toch wel de gedachte om dat straks alleen te adviseren bij woningen die daar echt geschikt voor zijn. Dus dat is één. Twee, waar komt dus dan die stroom vandaan? Dat is dus uiteindelijk wind en zon. En ik heb ook kernenergie voorbij zien komen in de chat. Dus als we in Nederland besluiten dat kernenergie ook duurzame energie is,
dan kan dat ook met kernenergie zijn. Maar in principe dus wind en zon. En dan ja, met uitwisseling met het buitenland en met elektriciteitsopslag, hè, moet je er dan dus voor zorgen dat dus het systeem als geheel ja, in balans blijft. Ja, helder. Lex vraagt in de tussentijd nog of de vragen van de chat en de antwoorden ook beschikbaar komen. Ja, wat we gaan doen is dat we die vragen zoveel mogelijk gaan beantwoorden en toevoegen aan de al bestaande vragen en antwoorden op edenatuurlijk.nl/aardgasvrij. Dus dan vullen we steeds die vragen en antwoorden zo mooi toe. En dan ontstaat er een steeds completer vraag-antwoordoverzicht. Even kijken, ik scroll even door ondertussen. Ik zie mensen gezellig blijven hangen, dus dat is goed om te zien. Ik zag nog een vraag die al twee keer is gesteld. Wat nu als de hele straat een warmtepomp heeft, is er dan nog wel genoeg bronwarmte? Ja, ja, ja. Er zijn dus drie vormen van voor warmtepompen, hybride of all-electric. Dat is dus buitenlucht, zonthermisch of met een bodemblus, bronwarmte. En in principe is dus buitenlucht of zonthermisch, hè, zijn dus ook prima alternatieven. En zeker bij buitenlucht moeten we dus dan wel kijken naar het geluid. Hè, en daar heb ik dus verschillende ervaringen al op de chat gezien. Dus een bron is dus niet per se nodig. Bij rijwoningen, hè, stel iedereen zou een bron hebben, bij rijwoningen gaat dat krap worden. Bij twee onder één kap en ja, minder dicht bebouwd is dat, gaat dat goed. Ja, hier nog een hele concrete vraag van Albert. Hè. Het warmtenet maakt gebruik van buitenlucht en levert warm water van maximaal 70 graden. In de woning zijn slechts kleine aanpassingen nodig. Welke zijn dat als je je op het warmtenet aansluit? Wat heb je dan in je woning nodig? Ja, het warmtenet maakt gebruik van buitenlucht. Dat is niet waar, hè? Nee, dat is een warmtepomp. Ja, dat kan een warmtepomp. Dus ja. Ik denk dat een warmtepomp is bedoeld. Dan maakt hij inderdaad gebruik van buitenlicht. Dan is het niet de bedoeling dat hij 70 graden maakt. Dus ook vanwege het elektriciteitsnetwerk is het de bedoeling dat we dan onder de, ja, eigenlijk maximaal 55 graden blijven. En daarvoor is dus die goede isolatie ook, ja, wel nodig. En dan kom je dus naar die vier onderdelen van de isolatie. Dus de vloer, spouwmuur, dak en HR++ glas. Afhankelijk van, nou ja, de individuele wensen, wanneer het passend is, hè, dus wanneer bijvoorbeeld de kozijnen geschilderd worden, dan is dat een moment bijvoorbeeld om naar HR++ glas te gaan. En mogelijkerwijs dus ook de radiatoren. Ja. Dus een vijfde element. Ja. Ik zie ook een tip van Peter Romein op de chat. Of op de chat inderdaad. Van, je kunt zelf ook de chat opslaan. Hè, als je dat leuk vindt, dat kan inderdaad. Dat kan als naslagwerk wellicht interessant zijn. Ari die vraagt, is er iets bekend over toepassing van geothermie al? Oh. Kan ik wel iets over zeggen? Hè? Dus, ja. Geothermie, warmte uit de diepe ondergrond. Het warmtebedrijf Ede heeft een opsporingsvergunning om in ieder geval in de gemeente Ede op zoek te gaan naar die aardwarmte. En die is nu bezig met een geologisch onderzoek om te kijken wat dan geschikte locaties binnen de gemeente zouden kunnen zijn om zo'n aardwarmteproefboring in eerste instantie te doen en vervolgens te kijken of je dat kunt gaan exploiteren. Dus daar is wel beweging op dat vlak. Mooi, ja. Nou, ik zie Ries die zegt bedankt voor de informatie, dit smaakt naar meer. Nou, we komen zoals de planning ook zei in ieder geval na de zomer weer terug met voorlopige resultaten in een tweede informatiebijeenkomst. En in mei met een enquête waar we nog meer input op gaan halen breed in Ede, waar iedereen natuurlijk aan mee kan doen. Ik zie dat wij ondertussen richting de 9 uur gaan, onze eindtijd. Ik zie ook geen vragen meer erbij komen op de chat. Ik zie toch nog wat vragen. Nou, we hebben nog 3 minuten, dus we gaan de tijd gewoon volmaken. Even kijken, Lex die vraagt een gas-cv-ketel. Kan dat worden omgebouwd naar elektrisch? Dat is misschien ingewikkeld, of niet? Nou, dus een gas-cv-ketel en een warmtepomp, zijn twee verschillende dingen. Dus dan op de plek van de cv-ketel zou dus dan een warmtepomp moeten komen. Ja, en dan is het dus wel met de aantekening dat een warmtepomp een wat groter apparaat is dan een cv-ketel. Dus dat is
een belangrijk aandachtspunt. Of misschien bedoelt Lex directe elektrische verwarming, dus met elektrische kacheltjes of infrarood panelen. Dat is dan dus elders in het huis. Dus dat is dan niet op de plek van de cv-ketel. Ja, precies. Christian die vraagt nog, hoe kunnen professionals hieraan bijdragen met kennis, Peter? Misschien is dat nog een mooie vraag voor jou. Ja, door zich even bij mij te melden. Want ja, dat vind ik fantastisch. Wat we eigenlijk natuurlijk willen is dat het invullen van die transitie straks, hè, of eigenlijk, die is al bezig, maar dat we dat doen met de mensen, de lokale mensen. Dus dat, ik weet niet wat, wie stelde de vraag? Even kijken, die vraag kwam van... Ja, die persoon wat hij in de aanbieding heeft, maar altijd geïnteresseerd om te kijken wat je dan voor Ede kunt betekenen. Ja, ja precies. Ook wel een interessante vraag nog van David, waar jij misschien iets over kan zeggen, Peter, is hoe zit dat nou precies met de woningcorporatie? Zijn die daar ook mee bezig? Dat wilde ik nog wel zeggen in de Mentimeter. Hè, dat het mooi dat naar voren komt dat we dat als kansrijk zien om te starten. De kanttekening erbij is wel gelijk dat dat ook wel de mensen zijn die over het algemeen minder te besteden hebben. Dus ja, als je het dan hebt over de betaalbaarheid, dat is prima. Maar dan is het, ja, daar gaat ook veel steun naartoe moeten. Woonsteden zit bij het opstellen van deze visie aan tafel. Dus we willen ook inzicht in hun plannen. Hè, van waar gaan ze aan de slag met onderhoud? Zodat we dat zo efficiënt mogelijk samen kunnen pakken. Zodat je een deel onderhoud samenpakt met die overgang naar die duurzame alternatieven. Dus ze zitten goed aan tafel. Dat kunnen we wel stellen. Nou, je hebt een LinkedIn-verzoek van Christian, Peter. Dus dat komt helemaal goed. Even kijken. De warmtepomp is vooral hoger, toch? Vraagt Wikke. Is dat een koelkastformaat? Hoe groot is zo'n warmtepomp, Thijs? Ja, dat is staande koelkastformaat. Dus dat is wel 60 bij 60 en dan 2 meter hoog. Oké. En Daan vraagt nog, Thijs, kun je nog eens uitleggen hoe dat nou precies zit tussen het verschil tussen een hybride warmtepomp en all-electric? Ja, dus een hybride warmtepomp is een gasketel met een warmtepomp. En, terwijl all-electric de warmtepomp alleen is en dan is de gasketel het huis uit. En dan ben je dus ook niet meer aangesloten op het gasnet. En met een hybride warmtepomp ben je dus wel aangesloten op het gasnet. En die gasketel die er dus dan nog bij hoort, die gebruikt dus als dan buitenvriest, hè, zoals dan afgelopen februari was. En dan in de rest van het jaar gebruik je de warmtepomp. En als je op all-electric bent, dan kun je dus het hele jaar door met die warmtepomp je huis verwarmen. Oké, en dan, dan zegt iemand terecht, maar dan heb je dus voor die hybride pomp nog wel gas nodig. Dus het is uiteindelijk dan... hoe zit dat ook weer, Thijs? Daar had je al iets over gezegd, maar misschien nog even goed om te herhalen. Dan heb je dus wel gas nodig. En dat is dus voorlopig aardgas. En we zullen dus moeten afwachten of duurzaam gas dus breed beschikbaar wordt in Nederland. Ja, dus helder. En ik zie dan nog de vraag van Lex. Hè, dus die elektrische cv-ketel. Dat is dus... die bestaat. Hè, maar dat is niet helemaal... de bedoeling. Hè, omdat die dus minder efficiënt is, een heel stuk minder efficiënt is dan een warmtepomp. Alleen voor eigenlijk voor echt kleinere woningen. Ja, oké, dus dat is niet zo'n hele gunstige qua elektriciteitsverbruik, zou ik maar zeggen. Ja. Oké, ik zie dat het 8:58 is, dus wij gaan afronden, stel ik voor. Ik wil u allemaal van harte bedanken voor uw betrokkenheid, voor uw vragen, voor uw input via de Mentimeter. U kunt rond mei, zoals gezegd, een enquête verwachten die we dan breed in Ede uitzetten, waarin we informatie gaan ophalen. Zo rond juni komen we dan met voorlopige resultaten naar de Raad. En na de zomer komen we weer terug met een tweede informatiebijeenkomst, waarin we een stuk meer weer kunnen gaan vertellen over welke kant het opgaat. Ik zie wat bedankjes in de chat, graag gedaan. Het is inderdaad de bedoeling om deze bijeenkomsten online beschikbaar te maken. We gaan even kijken wanneer dat precies het geval is. Maar dan kunt u hem ook via Ede natuurlijk /aardgasvrij terugvinden. Mooi.
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en graag tot de volgende keer.